Meer dan 100 jaar geleden vlogen voor de eerste keer een gemotoriseerd vliegtuig door de lucht. Het waren de Wright Brothers en zij hadden hun idee tot uiting gebracht. Zij veranderden de geschiedenis. Dat kan jij ook met jouw idee en dat ga ik je uitleggen in deze video. Hoi, mijn naam is David van der Loo van App Specialist. Inderdaad, de Wright Brothers, dat waren de eerste mannen die vlogen door de lucht met een gemotoriseerd vliegtuig. Super gaaf om terug naar te gaan en daarvan te leren voor jouw app. Ik geloof namelijk dat elk idee dat de geschiedenis heeft veranderd, daarachter zat een bedenker die uiteindelijk een held is geworden. En dat kan jij ook zijn. En we gaan ervan leren van die Wright Brothers wat zij goed hebben gedaan en wat ervoor zorgde dat zij zo'n succes zijn geworden, dat zij de geschiedenis hebben veranderd in feite. Ze hadden eigenlijk twee dingen. Ze hadden een idee en ze hadden heel veel durf. En vandaag ga ik je met die twee ingrediënten ook helpen om jouw idee te testen en op de juiste manier uit te gaan voeren. Nou, het begint met die moed van de Brothers Wright. Het waren twee mannen, Orville en Robert, die eigenlijk niet zo heel veel hadden. Ze hadden een aantal bedrijven gestart, maar dat liep nog niet helemaal goed. Het was niet helemaal lekker. Een nieuwskrant die eigenlijk failliet is gegaan, het kwam eigenlijk niet van de grond. Ook hadden gezien dat het vliegen heel erg moeilijk was. Heel veel mensen verongelukt en gingen dood tijdens hun vlucht. En toch gingen ze aan de stap. Ze hadden die durf, ze hadden die moed. Nou, dat hoop ik ook dat jij hebt. Dat heb je nodig, dat als je een idee hebt, dat je niet zomaar opgeeft. Dat je moed hebt en durf hebt om door te zetten. Ze zetten daarbij 5 stappen, die Wright Brothers, waar jij van kunt leren. Eerst is hun idee. Ze kwamen erachter dat een vlucht maken, dat is gaaf, maar ze wilden op een andere manier doen. Ze wilden mensen controle geven. Ze gaven in feite een stuurknuppel in handen van piloten. En zij waren de eerste die het hadden gedaan. Een uniek idee. Heb jij dat ook? Stap 2 is dan literatuur. Ze gingen onderzoek doen. Wat weten we al over vluchten? Ze gingen onder andere kijken naar de teksten van Leonardo da Vinci. Wat weten we al dat er is? Nou, dat kun je ook doen. Je kunt ook literatuuronderzoek gaan doen. Wat weet je al over apps? Bijvoorbeeld door de artikelen op appspecialisten.nl te lezen. Dan stap 3, ze hadden een aantal mensen om hen heen, experts, die hun helpen met inzicht te krijgen. Zodat ze niet dezelfde fouten maakten die anderen die ook bezig waren met vlucht te krijgen in vliegtuigen. Omdat niet dezelfde fouten maken die anderen dat al hadden gedaan. Eén daarvan was Octave Chanute en hij heeft hen echt heel goed geholpen. Nou, dat kun je ook doen. Ik ben zo'n expert die heel veel mensen al heeft geholpen om een idee, om een manier te maken dat ze niet dezelfde fouten maken. Stap 4 is het testen. Je gaat niet meteen bouwen en meteen een grote app bouwen. Dat is veel te veel risico. Je begint op kleine schaal. Net zoals de gebroeders Wright dat deden. Ze maakten schaalmodellen, hadden een eigen windtunnel. En zelfs toen ze echt een vliegtuig maakten, begonnen ze met een kleine schaal met een soort van pilot te testen of het echt werkt. Dat kun je ook met je app. Dus bijvoorbeeld een prototype te maken. En eerst eens met mensen gaan praten voordat je echt vele tienduizenden euro's uitgeeft aan een app. En dan stap 5. Pas toen ze echt een succes waren, toen ze in 1903 de eerste gemotoriseerde vlucht hadden, toen pas gingen ze echt het grote publiek opzoeken. Dus ze gingen niet al meteen met hun ideeën overal naartoe en iedereen laten weten, download onze app, terwijl ik weet toch helemaal niet of het werkt. Nee, ze hadden eerst een goede opbouw en daarna pas gingen ze naar buiten. Nou, dat hoort natuurlijk ook bij jouw idee. Idee, heb je een idee, dan moet je dat testen. Gebroeders Wright, die waren al eigenlijk erachter dat je moet testen, voordat je echt naar buiten kunt gaan en je idee verder kunt gaan opbouwen. Dus dat testen, dat is superbelangrijk. Ik geloof er heel erg in dat je een idee altijd getest moet worden. En dan ligt het aan jou. Durf je dat? Durf je jouw idee te testen? Gebroeders Wright deed het, maar heel veel mensen door de geschiedenis heen hebben eerst een idee getest voordat ze naar buiten toe gaan. Dus dat is ook de uitdaging voor jou. Ik wil jou helpen door nu te beginnen met testen. Ja, nu! Ja, je kunt namelijk vanaf vandaag de app tryout van onze website gebruiken. Daarmee log je in online, krijg je videotrainingen, daar zit al mijn kennis van de afgelopen 8 jaar in verwerkt om meteen te zien, is dit een goed idee? En daarna hebben we een sessie met z'n tweeën waarbij we samen gaan kijken naar, oké, wat betekent de uitkomst van deze online test nou voor jou? Plus ik geef je dan een stappenplan. Dus direct beginnen met die online test, daarna een afspraak met mij en dan kun je heel snel dus zien, heb ik een goed idee en hoe pak ik dat dan aan? Nou, dat bieden we nu aan voor €350 exclusief BTW. En dan kun je dus vandaag mee beginnen. En weet je dus meteen, heb ik een goed idee? En test je net zoals de Wright Brothers jouw idee. Nou, ik hoop dat je iets hebt gehad aan de video. Gebruik ook de app tryouts als je er behoefte aan hebt om jouw idee te testen. En dan zie ik jou de volgende keer.